Vandaag het thema is het open, de open van de markt om 3:30 US om die te handelen. Ik ga jullie dat tonen, zeer eenvoudig, vanuit de praktijk, hoe ik dit doe. Ik toon u een paar slides, gewoon om u een idee te geven wat mijn gedachtegang is, hè, waar ik zo naar kijk, hoe ik die zaak aanpak. En dan, ja, er is maar één manier om, ja, om dit te doen. En dat is te doen natuurlijk, hè, dat is om te handelen. En ik ben blij dat jullie er allemaal bij zijn. En we gaan dat vanmiddag eens samen proberen. Ja, ik heb toch wat nieuw materiaal bij elkaar geschreven de laatste maanden. En ook wat nieuwe zaken ontwikkeld. Ik heb een aantal jaren geleden WL-bars ontwikkeld. En ja, er zijn, ik denk dat ik dat mag zeggen, duizenden mensen vandaag die met WL-bars handelen. Deze zijn gratis ter beschikking in Nanotrader, ook in andere platformen, maar in Nanotrader zijn ze gratis. Ik toon jullie dat vandaag. Nu, we hebben daar altijd verschillende strategieën, verschillende systemen mee gehandeld. Maar ik denk toch wel dat het de moment gekomen was, omdat er dusdanig veel kennis al gebundeld is en zodanig veel strategieën al zijn die we daarmee kunnen handelen, om dat eens allemaal netjes op een rijtje te zetten. En dat zal ik dus doen voor de Nederlandstaligen op woensdag 21 juni. En dat is een hele dag, dat is eigenlijk van 9 uur tot 5 uur, alleen een zestal uur ongeveer. En dat zal online doorgaan. Goed, ik ga vandaag als inleiding toch mijn manier van aanpak is even meedelen hoe ik de zaak zie. En dan natuurlijk gaan we live op de markten en zal ik het handelen. Het is eigenlijk jammer dat ik daar juist dat de stroom onderbroken is. Want geloof het of niet, ik zat in een trade. Daar ben ik nu gelukkig uit, omdat er een stop stond. Maar het is wel jammer, want er had iets meer in gezeten. Maar bon, zo dingen gebeuren nu eenmaal. Toon, natuurlijk, eerst de vrijwaring. Ik neem dit bijzonder ernstig. Ik vind het belangrijk om aan traders, beleggers, actieve speculanten, want wat wij doen is beursspeculatie. Daar is ook niks mis mee, maar ik vind toch dat het belangrijk is om te wijzen op het feit dat wij met bedragen handelen die vaak groter zijn dan onze rekening en dat dat bepaalde risico's impliceert. En dat je die risico's moet leren kennen en dat je dus voorzichtig moet zijn. Ja. En je kan dat de dag van vandaag al testen aan de hand van een aantal demo-accounts. En op die manier ga je de kinderfouten, de kinderziektes en de beginnersfouten, als je die maakt, maak die alstublieft met demo-accounts of begin in begin toch zeker met kleine accounts. Ik kan daar niet genoeg op wijzen. Vandaag spreken wij uitdrukkelijk op uitnodiging van de Chicago Mercantile Exchange en praten wij dus uiteraard over futures, zoals ik meestal doe. Ik wil ook nog zeggen dat ik een zeer neutraal iemand ben in het ganse verhaal. Jullie weten, zodat we al op YouTube gezien hebben, dat ik handel via verschillende platformen, maar dat ik dus op geen enkele manier contractueel verbonden ben met de een of de andere broker om daar rekeningen naartoe te sturen. Dat heb ik nooit gedaan, zal ik ook nooit doen. Dus ik zal altijd proberen vanuit het belang van de trader te kijken voor wat hij of zij wil doen, welk zijn de tools die voor hem of haar het best geschikt zijn. Ik persoonlijk, ik word daar niet beter of niet slechter van. En ik vind het belangrijk om dat te blijven zeggen, omdat ik daaraan houd. Nu, ik heb al vaak over mijn filosofie en topics gesproken. Ik ga daar niet meer te veel over zeggen, maar ik vind dat
Alvorens je ermee begint dat je training ABC moet kennen. En wat wil ik daarmee zeggen, is dat je moet weten of begrijpen hoe koersen bewegen en vaak ook waarom dat die bewegen. Ja? En dat je dus alles wat je doet en alle strategieën die je handelt, dat je kan aan doen tegen een achtergrond van toch iets begrijpen van wat er gebeurt en niet alleen te gaan vertrouwen op indicatoren of andere enkel en andere technische systemen. Ik denk nog altijd dat in de prijsbeweging en de volumes die daarmee verbonden zijn, dat 80-90% van de informatie die wij nodig hebben, dat die daarin vervat zit. Ja. Je kunt natuurlijk tools gebruiken daarna om te gaan handelen en zo verder. Dat is prima. Hè. Ik zou zeggen, vooral doe dit. Maar first things first. Belangrijke zaken eerst en dan de rest. Succesvol handelen. Veel mensen denken dat dat is alleen een goede strategie hebben. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar dat is zeker niet alles. Het money management en het mentale aspect zijn nog belangrijker. En natuurlijk dan is het oefening en vandaar de sessie deze namiddag van even live te handelen. Ik denk nog altijd dat dat het beste is. Nu, ik heb het hier nog eens voorgesteld, dat jullie een idee kunnen zien van, ja maar, wat doet die nu eigenlijk? Hè? Die zet zijn computer aan, die zet die grafieken open. En waar kijkt hij eerst naar? En wat doet hij dan? En wat doet hij dan? Want het is niet zo dat er een soort van, hoe zal ik het zeggen, super tool bestaat of super indicator of super systeem. Waar je zegt van, ja, als die een signaal geeft om te kopen, dan gegarandeerd zit ik goed. En ja, zo werkt het natuurlijk niet. Maar hoe het wel werkt, is via een gestructureerde aanpak. En wat bedoel ik daarmee? Eerst moet je u kunnen oriënteren. En dat wil zeggen, waar ben ik? Dus als je bijvoorbeeld goud handelt, of je handelt olie, of de een of andere index, dat je gewoon, bij wijze van spreken, in de grafiek stapt, naar boven kijkt en naar beneden kijkt, en zegt van, waar ben ik? Wat is de weg van de kleinste weerstand? Waar zijn de belangrijke prijs- en volumeniveaus? Ik zal het zelfs voordoen. Ja, dat is één. Dus heel vaak zal ik daarop al zien, in die richting zou ik liever niet handelen. In die richting, als ik goede signalen krijg, wel. Dus daar heb ik al een eerste aanknopingspunt. Het kan ook zijn dat ik zeg, enige als dit niveau gebroken wordt, dan wil ik long blijven handelen. Als dit niveau gebroken wordt short, wil ik short handelen. Ja? Of het kan zijn, ik wil enkel en alleen in één richting handelen. Maar dus dit is cruciaal voor mij. Dat is één. Twee is de analyse. Ik heb dat vroeger al een beetje getoond in webinars. Mensen die de cursus gedaan hebben, die kennen dit. Dat is een soort van toolkit, een soort van, ja, hoe zal ik het zeggen, checklist, waaraan mensen aan de hand van verschillende tekentools en analyses, en ze weten in een checklist waar ze naar moeten kijken, om te zeggen van, kijk, is de markt waar hij of waar hij zich nu bevindt, in de timeframe dat ik hem wil handelen, nu op een plaats waar het voor mij interessant is om te handelen? Of met andere woorden, heb ik een voordeel? Indien je het voordeel niet hebt, niet handelen. Oké? Dat is twee. Dus je hebt eerst de oriëntatie, dan de analyse. Dan komt drie natuurlijk, de strategie. Welke beweging, welke strategie ga ik handelen? Er zijn er natuurlijk meerdere, zijn er vele. Ook daar, ik denk dat het belangrijk is om precies te weten, oké, ik ga die of die beweging, dat zijn bewegingen die ik graag handel, en daarop te wachten. Dus dan moeten we nog wachten op tot het juiste signaal voorbij komt. Dan stappen we in. Ene keer als we ingestapt zijn, volgen we een bepaald money management systeem. Dus die gestructureerde aanpak, dat is het eigenlijk. En dat resulteert dan in een business model, waar je dus duidelijk kunt zeggen van, ja, als ik 100 keer trade, dan weet ik dat ik zoveel procent van de trades waarschijnlijk ga winnen en zoveel procent van de trades waarschijnlijk ga verliezen.
En als ik verlies, verlies ik gemiddeld zoveel. En als ik win, win ik gemiddeld zoveel. En dat geeft me dan een resultaat van zoveel. Dat is dus wel ook iets dat ik met eigenlijk al mijn studenten doe. Omdat het moet concreet worden. Ik hoor dat vaak, dat van het moment dat men over cijfers gaat praten, dat iedereen zo, oei oei, hè, dat wil men niet over spreken. Maar daar gaat het eigenlijk juist wel over. Maar dat kun je pas doen wanneer je door die oefening gaat, voor een bepaald systeem kiest, weten wat er ongeveer van getallen moet uitkomen, ja, want die ken ik, en dan in functie van het risico en in functie van het instrument dat je handelt, dat je dit gaat uittesten, liefst op een demo-account. En als je dan ziet dat dat een aantal weken, een aantal maanden goed gaat, dan komen de echte accounts op tafel. En zo wordt dat structureel aangepakt. Dus dit is de structuur. Dus prijs, volume, analyse. En ik wil een woordje zeggen over die oriëntatie. Die oriëntatie voor mij is heel belangrijk. Waarom? Wat is het grote verschil tussen ons, wij die een beetje daytraden en met een paar kleine contracties, en de echte markt? Nooit vergeten mensen dat de echte markt, de echte futuresmarkt, dat die eigenlijk voor, allez, pakt. Voor sommige instrumenten is dat over de 97, over de 98% in de hand is van de professionelen. Dat wil zeggen, dat zijn grote hedge funds, dat zijn banken soms die dat rechtstreeks doen, dat zijn pensioenfondsen, dat zijn zeer grote spelers. En die handelen zeer grote posities. Dat wil zeggen, die handelen niet op dezelfde manier als wij. Veel mensen begrijpen dat niet. Dit is niet gelijk wij die zeggen, oh, daar is een interessant ding. Ik ga daar kopen en een beetje verder hoger verkopen. Zo gaat dat niet voor hun. Die moeten duizenden contracten kopen en verkopen. Dus de enige manier om dat te doen, is door die langzaam op te bouwen en langzaam af te wikkelen. Ja, dat is wat die doen. Ja. En dus, wat zij nodig hebben, en wij hebben eigenlijk veel minder nodig, dat is volume. Zij kunnen eigenlijk alleen maar handelen, zij kunnen alleen maar die grote posities kopen en verkopen, wanneer daar volume tegenop staat. En daar gaan wij, aan de hand van volume profile, doen we dat meestal in de futures, gaan we gaan kijken, waar liggen die prijsniveaus, waar liggen die volumeniveaus? En het is eigenlijk, wat de markt eigenlijk doet vaak, is handelen van één volumeniveau naar het andere. En pas op, hè. Ik kan niet voorspellen welke sprong, ik moet daar eerlijk in zijn. Je kan dat natuurlijk niet perfect voorspellen. En soms duurt het 20 minuten en soms duurt het 3 uur voordat hij een beweging maakt. Dat kun je niet voorspellen. Maar wat je wel kan doen, is op het moment dat de markt begint te bewegen in de een of de andere richting, dat je begrijpt wat er aan het gebeuren is. Dus dat is belangrijk. Dat is iets wat bij veel traders ontbreekt, dat men niet begrijpt wat gebeurt er nu. En die denken van, oei, dat waar het gaan. En mijn indicatoren, mijn stochastica, mijn RSI. Oké, maar dat komt daarna. Eerst moet je naar de grafiek kunnen kijken en zeggen, oké, wat zijn ze hier nu mee bezig? Waar zou het naartoe kunnen gaan? Welk niveau zou hem kunnen tegenhouden, bijvoorbeeld? Ook kun je daaraan mee gaan zien, wanneer is het voor mij interessant om te handelen en wanneer niet. Ik zal dat zelfs live doen, ja, op de grafiek. Dat is altijd gemakkelijker. De analyse, dat ga ik vandaag niet doen. Daar heb ik de tijd niet voor. Dat is een checklist. Dat staat in de cursus serieus uitgelegd. En de mensen hebben er toch wel even tijd nodig om dat in de vingers te hebben. Maar dit moet een automatisme worden. Je moet kunnen kijken naar een grafiek waar niks op staat. Niks, hè? Alleen de kaarsen. In welke timeframe dan ook. En gewoon kijken. Ik zie dat. En weet je nog, hoe moet aan beginnen? Ik teken dat. Ik kijk naar dat. Ik zie dat. Dat is er wel, dat is er niet. En op het einde geeft er dan een resultaat van ze gaan, het is niet goed, ik blijf eraf. Of, het is wel goed,
Ik zet mij klaar. Dat wil dan niet zeggen dat je onmiddellijk gaat treden. Ja. Dus, dat is de analyse. Dus dat is een soort van checklist die je kunt handelen. Nu, ik ga even naar de diavoorstelling. En ik wil dan een lans breken. Ook de wereldbaars, die zijn gratis. Dus fijn, moet er niet veel lans voor breken. Je kunt ze gerust uittesten. De meeste mensen weten dat je grafieken kunt voorstellen op verschillende manieren. Je kunt dat met tijd doen, je kunt dat met volume doen, je kunt dat met range bars doen, je kunt dat met Renko doen, je kunt dat met Heikinashi doen en er zijn nog manieren. Ik heb heel veel jaren zeker met range gehandeld. Ik heb ook in het begin, dat was heel begin, Renko gedaan. Ik heb dan range met Heikinashi gecombineerd. Enfin, ik ben er al jaren mee bezig om die grafieken waren niet slecht, die kaarten waren niet slecht, maar ik vond altijd dat er waren voordelen aan, maar er waren ook altijd nadelen aan. En ik dacht van, het zou toch mooi zijn, moest ik eens iets kunnen maken waarvan zorgen dat ik de voordelen heb en niet de nadelen. En wat heb ik dus gedaan? Ik heb die drie kaarten die je hier rechts ziet, de range, de Renko en de Heikinashi. Range duidelijk, Renko, sorry, range detail. Renko zeer duidelijk qua structuur en Heikinashi zeer duidelijk qua richting en trend. Ik heb die bij elkaar gevoegd en ik heb daar één kaart van gemaakt. En dat zijn de fameuze WL-bars. Ja. En dus ik zeg dat heel eerlijk, als ik ga traden, ik handel alleen daarmee. Ja. Nu, ik ga ook niet te veel, want ook daar heb ik de tijd niet voor, om over die, hoe ik die instel en zo verder. Dat ga ik voor het online seminar voorbouwen. Maar dus, je moet goed begrijpen, ik heb hier speciaal is een beta-versie opgezet van de kaars. Je ziet dat, die ziet er niet, nog niet mooi uit. Maar je ziet heel duidelijk hoe dat verschillende kaarsen op elkaar liggen. En die overlappen elkaar allemaal met 1/3. Soms is dat het bovenste derde, soms is dat het onderste derde. Waarom? Dat is in functie van de prijsbeweging. Dus dat wordt allemaal gedaan. Dus die kaars heeft zowel de structuur, het detail, als de richting. En vind ik, is ook visueel zeer gemakkelijk om mee te handelen. En uiteraard, je kunt die dan ook totaal anders gaan inkleuren en tonen. Ik zal u dat zelfs wel laten zien. Op het nanotrader platform kunnen jullie ook altijd zelf eens uittesten. En dan, ja, wat doen we daar dan mee eigenlijk met die kaarsen? Ja, we proberen daar natuurlijk bepaalde patronen, strategieën, correcties. Er zijn een hoop strategieën die je daarmee kan handelen. Maar een van de structuren waar we vaak mee handelen is de triade. Gekend, maar de triade is een concept dat gekend is. Sommigen, als je dat met tijdkaarten zou doen, zou dat een swing low of een swing high kunnen zijn. Of een market structure high, market structure low. Dat zijn mogelijke omkeerpatronen. Dus dat is goed. Dit natuurlijk is, heb je hetzelfde principe, maar je hebt dat met drie kaarsen die al zeer mooi opgebouwd zijn. En die precies dezelfde grootte hebben. En dat geeft een aantal voordelen. Waarom? Omdat uw instapmomenten gaan veel duidelijker zijn, veel preciezer zijn en uw money management gaat ook veel beter zijn. Je gaat uw risico veel beter kunnen beperken. Dus ik vind ook, je zal dat zien, want een van de dingen die zeer belangrijk is in trading is om te herkennen wanneer marktomstandigheden goed zijn en wanneer ze niet goed zijn. Ja. En dus dit gaat u helpen zeer gemakkelijk om trends te herkennen of zijwaartsfases te herkennen. Dus het heeft vele voordelen. En dus, wat? Je hebt dan nog 1, 2 en 3 triades. Dat is ook iets, daar ga ik vandaag het ook niet over hebben. Maar over instellingen en volatiliteit, daar zal ik zelfs op het platform iets over zeggen. En strategieën zijn er veel. Ja, ik ga dat allemaal. Ik ga u eerst zeggen, er zijn ook. Ik ga dit allemaal wegdoen.
ik heb allee, een hoop strategieën samengebracht. Dus alles dat we al gecreëerd hebben de laatste jaren en waar heel veel mensen al mee handelen. Dat zijn impulsbewegingen, scalping setups, patronen en formaties die veel duidelijker zijn met wereldbaars. Trendstrategieën ook, dat zijn er ook drie die daarin zitten. En dan heb je natuurlijk de trading tools die velen onder jullie al kennen of hebben. Vooral de Super 5, Vola Open. En er is een nieuwe op WL Move. Nu, een interessante vraag hier in welke timeframe heeft de WL-bar? Dat is het juist, heb ik vergeten te zeggen. Mijn excuses daarvoor. WL-bars hebben geen timeframe. Geen. WL-bars worden puur gebouwd op beweging, zoals rangebars of renkelbars. Die worden gewoon gebouwd wanneer een bepaalde beweging zich voordoet. WL-bars zijn ook zo. Dus als ik bijvoorbeeld een WL-bar instel van 5 punten, dan ga je die pas definitief afgeprint zien als er een beweging van 5 punten gebeurd is. Dat kan dus gebeuren in 3 seconden, maar dat kan ook 30 minuten duren. En daarom ook het voordeel is dat hoe meer beweging je hebt, hoe meer bars je hebt. Hoe minder beweging je hebt, dan heb je eigenlijk heel weinig bars. Dus wat zie je met WL-bars? Je ziet de essentie, namelijk de beweging. Oké, mensen, het is bijna tijd. Ik had beloofd vandaag dat het over training ging gaan. En gaan we doen, hè? Ja, we kunnen niet anders, hè? Zo, hier zal u eens hebben. Ik moet hier even nog iets activeren aan de, voor de Vola Open. Klein momentje. Ik ga dat hier een grap ingeven. Auto order. Dat is een Vola Open. Kan ik ook niet te veel van zeggen. Dat staat eigenlijk, kan ik toch al zeggen, zijn heel veel filmpjes al op YouTube. En daar staan die individuele strategieën goed in uitgelegd. Een filmpje zoals Vola Open of het Super 5 systeem, dat duurt ongeveer een uur en een kwart. En dan wordt dat van naald tot draad uitgelegd. Maar vandaag was de bedoeling de open treden. En dus ik ging dat dan, ja, ik ga dat dan maar eens tonen hoe dat ik dat doe. Hè. Kijk hier, ik heb het op 1 scherm gezet. Ik kan dat normaal gezien, zou ik per instrument ook 3 grafieken kunnen doen. Ik heb er hier 2 genomen. Wat staat hier? Links staat olie, rechts staat de S&P. Oké? Dus heel eenvoudig. Goed. Nu, hieronder, en dat is wat ik wou zeggen, heb ik een 30 minuten grafiek gezet. En wat staat er op die 30 minuten grafiek? Daar staat eigenlijk niet zoveel op. En die kaarten zijn ook niet zo belangrijk. Maar wat daarop staat, is die zwarte lijn, dat is de previous day high and low, dus de hoogste en laagste punt van gisteren. Je ziet bijvoorbeeld hier olie, dat olie boven de high van gisteren zit. Dat wil zeggen, olie is tamelijk sterk. Trouwens, vanochtend was het heel leuk op olie. En dan heb je nog de pivotniveaus, die zeer belangrijke steun- en weerstandsniveaus weergeven. En dan zie je die blauwe. Die blauwe zones. En dat is het fameuze volumeprofiel. En dat is natuurlijk dat op mij zegt waar er veel gehandeld is. Het is niet mensen met het volume onderaan. Dat zegt u niet zoveel. Het is vooral die blauwe zone die u zegt. En hoe breder dat dus is. Dus ziet je hier bijvoorbeeld, ik zal even tekenen. Ik zal hier eens tekenen, wacht. Hè. Pen. Dus je ziet hier dat het, ik zal een andere kleur nemen. Even kijken. Pen. Choose pen color. Ik zal even rood nemen. Zo. Ja, dus je ziet hier is die zone het breedst. Dat wil zeggen, op dat moment, dat punt, daar, dan trek ik dat door naar rechts. Kijk, ziet je? 72. Daar. Dat was een zeer belangrijk niveau. Er zijn verschillende dingen. Je gaat natuurlijk die niveaus gaan zien van de laatste dagen. Dat zijn belangrijke niveaus. Dus,
Wanneer de markt aan zo'n niveau staat, is dat voor de professionals heel goed. Want zij zeggen, hey, dat is hier een prijs waar we veel zaken kunnen doen, veel kopen en kunnen verkopen. Voor ons is dat veel minder goed. Waarom? Wij hebben beweging nodig. Wij willen met ons twee lotjes kopen en een stuk verder verkopen. Maar wanneer prijzen beginnen bewegen tussen die niveaus, of ze zijn ver verwijderd van zo'n niveau, en dus we moeten potentieel vroeg of laat terug naar dat niveau om die volumes te vinden, dat is waar wij naar kijken. Daar gaat het om. En je ziet hier, dus er is vandaag ook al wat volume, maar je ziet dus hier die 72,5, ik weet niet of jullie het al gemerkt hebben, komt overeen met dit niveau. Ziet je? Dus op dit moment zit de markt tussen dit niveau en dit niveau. Hij zit hier tussen. Dus wat doe ik? Niets. Ik ga dat niet doen. Ik ga absoluut zeggen, daar blijf ik absoluut af. Waarom? Omdat de kans dat hij daar gaat remmen. Oh, mannen, wacht. Ja, ik ben hierin getriggerd. Ja, klein momentje, hè. Dus, dat is niet te geloven, hè. Klein momentje, kom mij direct melden. Ja. Dus, ik toon even al één positie die getriggerd is. Dat is de Vola Open en die werkt automatisch. Dus, en je ziet hier dat die, ik moet even van die pen afgeraken. Klein momentje. Waar staat mijn pen hier? Normaal. Oké. Kijk goed, mensen. Dit is de fameuze Vola Open strategie die ik aangezet had. Ja. En dus die treedt automatisch. En die treedt zo een open ding. En dus die kun je automatisch aanzetten. Ik wil dat toch eens tonen. Je ziet hier, we staan hier aanzienlijk voor. Hè? Ik ben dus hier ingetriggerd. Ik heb hier al een target gehaald. En ik loop verder. En daar staat mijn tweede target. En die heb ik bijna gehaald. En dat money management met je stop gebeurt automatisch. Dus ik doe dit in de namiddag. Mijn lievelingsproduct is deze. Die is ook heel goed gelopen. Die was er straks ook al. Moment, ik ga die even bijpakken. Ja, er gebeurt altijd veel op. Ik kan nooit, als ik moet een webinar doen en ik moet het tegelijkertijd tonen, dat is altijd een groot probleem. Dus hier heb ik hetzelfde gedaan voor, ik ga even die dingen wegdoen, een klein momentje. Ik ga die ding. En hier heb ik hier ook al op de Russell. Kijk. Daar ingetriggerd en dan heb ik de twee targets onmiddellijk gehaald. Dus dat was direct, boom, boom, had ik ze onmiddellijk. Dit is iets, dat zeg ik u heel eerlijk, dat kun je manueel niet zelf. Dat lukt alleen volautomatisch. En hier heb ik dus de twee targets gehaald. Ja. En ja, dat is $1.065. Ja. Dus dat is natuurlijk een groot contract, de Nasdaq, maar... Dit is nu geen presentatie over de Vola Open, maar men vraagt mij, ja, hoe treed je de open? Dus ik toon dat. Hè. En een van de strategieën daarin is altijd degene waar ik het meest mee bezig ben. En dat is die om van 3:30 tot pak 3:50, want dat duurt meestal maar 10 minuten, een kwartier of 20 minuten. Die puur die impulsbewegingen gaat treden bij de open. En dat gebeurt op Nanotrader volledig automatisch. Indien jullie daar meer over willen weten, moet je mij gewoon contacteren. Wordt ook besproken op het online seminar binnenkort. Oké? Dus die zet ik aan de kant, want die zijn voorbij. Die kan ik gewoon dicht doen. Dat is gedaan. Ik zou nog kunnen wachten dat die terugkomt en terugvertrekt, maar dat gaat hij niet doen, is al te ver gegaan. Dus die zet ik dikwijls na 5 minuten of na 10 minuten, doe die weg. Ik ga me daar geen zorgen meer over aan. Dat is binnen. Dat is gedaan, daar stop ik mee. Daarom dat ik, die strategie bestaat ondertussen
Ik denk 5 jaar, 6 jaar. En ik doe dat enfin, doodgraag. Ik doe de Russell, handel ik deze strategie met een entry automatisch en het money management manueel. Zoals ik al met veel studenten getoond heb. En ik vind dat zo leuk, omdat dat, ja, ik moet er geen uren voor zitten, hè. Je zit bij de markt open, om 4:30 kun je een tamelijk grote beweging verwachten. Dus dat is wel leuk. Maar goed, ondertussen zitten we hier nog altijd met onze Livola Open, dat was goed gegaan. Maar hier natuurlijk met mijn crude, met mijn olie links, dat is geen vette. En dus wat ik echt mensen van probeer te overtuigen. Je moet traden, dat is gelijk gaan zwemmen of gelijk gaan zeilen. Dat kun je alleen doen als het weer geschikt is. Dus zeilen zonder wind, dat gaat niet. Dit is hetzelfde. Wanneer de beweging er niet is, of wanneer het niet zich in een zone bevindt waar dat het goed is om te handelen. Niet doen, niet handelen. Bon. Ah, hier de mini S&P. Ik ben vreselijk wat te laat, want ik heb te veel gepraat. Maar kijk goed. Ik zal dat eens eerst analyseren en daarna zal ik het uitleggen. Hier had ik eigenlijk moeten inzitten. Ja, kijk goed. Ik ga het ook opnieuw tekenen, dan zien jullie het duidelijker. Kijk. Ik was daar juist, was ik hier, daar. En ik kijk naar gisteren, naar het volume. Waar was het grote volume? Dat was hier. En ik kijk naar die zone, dat is de value area, en dat is 70% van het volume gisteren. Met het belangrijkste niveau hier rond de 4.200, pak 92, daar ongeveer. Dus, ja, als hij in die zone blijft, dan interesseert het mij niet. Maar als hij de high, en dat is dit hier, het hoogste punt van die value area uitneemt, en kijk wat hij gedaan heeft, ik trek het gewoon door, hè. Dit is de volume profile van vandaag. En dan, kijk wat hij hier doet. Hij bot daarop, dus hij gaat naar boven. Dus hij neemt dit niveau uit. Hij breekt dat daar. En hij neemt dan onderweg ook nog de high van gisteren uit. Op dat moment denk ik maar aan één zaak, en dat is kopen. Ik ga dan nog wachten met een of andere tool om dat te kopen. Maar als ik daar, en dat is dat ik wil uitleggen, moest ik daar een short signaal krijgen. Een signaal om short te gaan. Ik zou het niet doen. Dus de enige manier volgens mij om structureel te winnen op de beurs is eigenlijk alleen dan, als mensen naar die beweging kijken van ja, het gaat omhoog, het gaat omlaag. En dan denken van, oh, had ik daar maar omhoog getreden. En oh, had ik daar maar omlaag getreden. En dat is achteraf allemaal gemakkelijk gezegd. Maar de realiteit is dat je uiteindelijk op voorhand kunt beoordelen in welke richting of wanneer, in welke situatie je een echt voordeel hebt. En het is enkel en alleen als je dat voordeel hebt, dat je handelt. En dat zal u statistisch een betere kans geven en dat zal uw money management ervoor zorgen dat je daar iets of wat kunt uithalen. Zeggen van ik wil alles handelen of iedere keer als ik denk, hè, want dat is dan ook nog meestal, denk dat ik een beweging zie in het een of andere, dat werkt niet. Dat werkt niet. Dat gaat niet. Dus kijk, die heb ik gemist. Ik was met iets anders bezig, dat gaat niet. Ja. Dus je ziet ook bij die open dat het natuurlijk wel zo is als je zo snel handelt, gelijk dit. Ik moet eerlijk zeggen, uit ervaring, mij lukt het om er twee te samen te doen. Dat gaat nog net. In de namiddag vier samen lukt ook, maar bij de open, ik bedoel daarmee het eerste kwartier na de open, als de markt zeer volatiel is. En natuurlijk, je hebt dat wel gezien bij die Evola Open.
Dat is op, vandaag wordt op enkele minuten was het gedaan. Als het dan volatiel is, lukt het mij toch meestal maar op 1 of 2 te handelen. Ja? Dus kijk nu wat hij doet. Hè. Hij gaat hier naar het eerste resistance niveau, dat niet toevallig bij 300 ligt. Ja? En we gaan zien, het volgende niveau ligt daar. En ik wil even opmerkzaam maken, er is geen volume hier in de afgelopen dagen om hem tegen te houden. Dus dat is een beetje, zoals ik zou kunnen zeggen, blauwe lucht. Er is geen weerstand. En voor ons is dat goed, voor die professionals, dat zolang als er kopers zijn en die blijven de prijzen naar omhoog duwen, gaat dat. Maar vroeg of laat wordt ook dan moeilijk. Ja. En dan moet het consolideren, dan moet er veel volume opgebouwd worden, ofwel valt het terug. Dus het is niet zo gemakkelijk. Maar dus, mensen vragen van, ja maar, wat denk je dan van dit niveau? Wat ik denk echt waar, hè? Zelfs dat nu in de komende 2 dagen... Hè, heel fel naar omhoog zou gaan, dan is de kans echt reëel, en het is dat je moet begrijpen, dat vroeg, hè, vroeg of laat terug naar dit niveau valt. Omdat hier veel volume was. Ja. Dus, dat is een andere manier om daarnaar te kijken, maar dat kun je natuurlijk leren. Hè. Goed, ik ga dat nu toch eens wegdoen. En ik ga nu natuurlijk naar de trading tools. Linksbovenaan ziet je de Super 5. Ik ga daar niet te veel over zeggen vandaag. Ik zou zeggen, die geïnteresseerd zijn, in welk platform dan ook, ga gewoon kijken op YouTube. Het staat van A tot Z uitgelegd. Anders contacteer mij, geen probleem. Hier heb ik dan een soort van... Ik ga het wat groter maken. WL-bars opstaan. Ik kan de WL-bars zo voorstellen. Je ziet, dat zijn allemaal lijntjes. Hè? Dat zijn bar charts. Ik kan die ook voorstellen met... Hè, hier. Even kijken. WL-bars. Oh, het reageert heel traag. Ja, hij reageert heel traag. Dus het is... even kijken. Ja, dat is... Die staan hier, die WL-bars. Kijk goed. Helemaal onderaan. Iedereen die NanoTrader full heeft, kan die daar vinden en die kan daar gratis mee handelen. En heel veel mensen doen dat al. Nu, je ziet dat er al verschillende koopsignalen opstaan. Buy, 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 buy. Hier ook buy, buy. Hier bovenaan ook. Dat was geen goeie. Maar je ziet dat er veel opstaan. Dat zijn dus impulsbewegingen. Er zijn veel situatie. Wat ga ik nu handelen? Ik ga u even tekenen. Nu, ik ga die signalen even afzetten. Klein momentje. Zo, ik ga dat heel even afzetten. Ja. Goeie vraag. Dus die blokjes hier die je ziet, ja. Wat staat er op die grafiek? Je ziet mijn WL-bars daarop staan, enerzijds. Die witte en zwarte blokjes die je ziet, dat is een robot, maar eigenlijk kun je die ook gewoon zo visueel gebruiken. En wat toont die eigenlijk? Die toont op de meest eenvoudige en gestructureerde manier de richting en de beweging waar je nu in zit. Ik kan het eigenlijk niet meer eenvoudiger maken. Ik probeer altijd te zoeken naar dingen, systemen die visueel duidelijk gestructureerd te handelen zijn. Hè? Tegen een achtergrond natuurlijk van oriëntatie en analyse. Maar visueel kan ik het niet meer duidelijk maken. Ook wat veel mensen niet begrijpen, dat ziet er maar niet veel uit hier. Maar eigenlijk zitten daar al 2 tijdseenheden in. Er zitten eigenlijk al 2 dimensies op elkaar geplakt. Dus... En dat zie je bijvoorbeeld in dat groene en in dat rode. Dus eigenlijk in dit systeem of deze aanpak. Het enige waar je u nog kunt in vergissen, is of je instapt of niet, of de marktomstandigheden goed zijn of niet. Daar kunt je u in vergissen. Maar wat de richting aangaat, kunt je u eigenlijk niet meer vergissen.
Dat kan niet meer. Dus als het groen is, is het alleen naar boven. Is het rood, is het alleen naar beneden. Plus, het groene moet dan nog gecombineerd worden met witte blokjes. Dus als je groen hebt en zwarte blokjes, of rood en witte blokjes, dan gaat het niet. Daarbovenop moet je dan nog een keer de WL-bar signalen hebben. En dan is het goed. Dus je hebt verschillende... Ik ga nu een paar tonen, omdat het te snel gegaan is. Ik zal u een aantal tonen die normaal gezien we zouden van 15:30 gehandeld hebben. Kijk goed, ik teken ze op de grafiek. Dus wat ik zeker zou gedaan hebben, die hier allemaal niet. Dus dit is niks, dit is hier ook niks. En ik zou zeggen, vanaf, dus wat is het, 15:30. Deze zou ik gedaan hebben, zeker. Dat is een triade. Die zou ik verloren hebben, moeten eerlijk blijven. Hè? Dus die verloren, ene verloren. Die zou ik ook gehandeld hebben. Die zouden we serieus gewonnen hebben. Die, je kunt klein money management nemen of groter. Maar ik toon ze nu gewoon. Hè. Dit zou ook een heel goede geweest zijn. Oei, dat gaat hier te rap. Klein moment. Ja, nog een keer erasen. En nog een keer opnieuw tekenen. Oké. Dan zie je bijvoorbeeld dat, dit is een hele schone, dit stukje. Ja. En dit is ook een hele schone. Kijk dit, zie je dit? Dit is de onderliggende stroming naar boven. Maar hij valt daaronder. En gaat er dan weer boven. Dat is wat wij de excess trade noemen. Dus veel mensen denken van, oei, 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 hij is wel van richting gedraaid. Nee. Zolang als die grondstroming, die groene grondstroming, voor ons in één richting blijft gaan, is eigenlijk, pas op, de markt draaien zo rap niet van richting. Hè? Dus is dat goed. Natuurlijk, als die even overdrijft en die komt dan terug, dat zijn voor ons heel interessante stappen. Dus dit is een hele schoon. En dan heb je daarna nog, dit was in geweest, dat was in geweest, dat was in geweest. Dus dat zijn allemaal signalen die je manueel kunt handelen. Enfin, ik gebruik het woord niet graag. Daarom dat ik altijd zeg, tegen de achtergrond van analyse en oriëntatie, dit is gewoon uitvoering. Ik zou zeggen, het woord bijna spelletje is niet misplaatst hier. Ja. Dus normaal, dat is dringend. En dus bijvoorbeeld, hier zie je dan ook, en dat is, veel mensen zien dat niet, dit zijn allemaal geen signalen. Waarom? Omdat er geen parallel is tussen de blokjes en de triade signalen. En het gaat niet allemaal, hè. Niet geen illusies maken. Ze worden er niet allemaal uitgevuld, maar wel heel veel. Ja. Dus hier zie je ook, dit is nog een andere strategie. Dit is een correctie bijvoorbeeld. Kijk, zie je dit? Dus deze beweging gaat zo. En de blokjes veranderen van kleur in de groene band. Dat noemen wij een correctie. Ja. Dus dat is ook een zeer goed signaal geweest. Hier, deze nemen we niet. Waarom? Die is hier ondergevallen. Dus daar is het feest voor ons voorbij. Begrijp je? Dus, en de kansen natuurlijk dat je dus die signalen krijgt natuurlijk. En daarom dat ik dan bijna altijd van de partij ben. Wel meestal met andere traders samen, maar om te handelen. Is natuurlijk dat je bij de open van de markt, 15:30... Ja, dat je veel volatiliteit mocht verwachten. En op het moment dat je volatiliteit of trend hebt, dan heb je natuurlijk mooie setups. Als je dit moet gaan doen rond de middag, tussen de middag en 2 uur, is dat natuurlijk een totaal ander verhaal. Ik maak het nog even proper hier, dat we dat wat beter kunnen zien. Klein momentje. Zo, oké. Ik zet het op zijn plaats. En dus, nu moet ik... Ah, nu begint olie. Kijk. Zie je? Kijk. Ah, dat is een goeie. We gaan even wachten, hè.
Dus kijk goed, ik ga even naar de structuur kijken van olie. Kijk goed. Je ziet, webinars geven en delen. Nooit een goed idee. Nooit een goed idee. Het is zeer moeilijk te combineren. Maar kijk goed. Ziet je dit niveau hier? Daar waar ik nu met de cursor sta. Daar, ik ga naar, ziet je, en dat is de high van de value area van vandaag. Maar dit niveau, die 72,5, en die ben ik al een paar keer tegengekomen de laatste dagen. Hè. Het is een zeer belangrijk niveau. En als je dat uitneemt, dan weet ik dat die in de value area van gisteren naar de bovenkant gaat hier. En eigenlijk naar 73,5 gaat. Omdat daar opnieuw veel volume was. En opnieuw een resistance niveau is. Dat nota bene samenvalt met het pivotpunt. Dus wat probeer ik hier eigenlijk te zeggen? Ik weet natuurlijk niet zeker dat hij dat gaat doen. Maar ik zie toch tenminste wat er zou kunnen gebeuren. En wanneer hij dat bevestigt en dat ook doet, dan heb ik mijn tools om die te handelen. Ja. En het is heel die sequentie, heel die structuur, heel dat denkproces, oriëntatie, analyse, instap, money management, dat u uiteindelijk een voordeel geeft en dat u structureel echt voor kan zorgen dat je succesvol bent op de beurs. Kijk, ik ga deze groter maken en ik ga even wachten. Kijk goed, ik zet dat zo. Ik ga trade guide of the order. Hij reageert wat raar, heb ik altijd het, als ik webinars doe, is dat soms een beetje moeilijk. Reageert hij soms een beetje trager, maar bon, we zullen ons plannen trekken. Kijk goed. Dus, dit staat iets te klein. Dit is een waarde van de voormiddag. Die grootte van de bars en zo, hoe ik die precies instaal in verhouding met de tijd, dat gaan we vandaag niet doen. Dat is voor binnen 2 weken, maar dus goed. Dus ik heb natuurlijk nu in mijn achterhoofd die grafiek van 30 minuten en die beweging naar 73,5 die mogelijk is. Dus, ik wacht. Nu, ik had in alle eerlijkheid hier de reversal kunnen handelen naar boven. Bon, daar was ik te laat voor. En nu wacht ik. En ik wacht. En nu moet hij mij een signaal geven. En wat is een signaal? Die moet mij eigenlijk in de super 5, zou ik graag hebben dat die magenta band die hier is, die zou eigenlijk weer moeten blauw worden. Maar die zou dat eigenlijk moeten doen in die groene band. Dus ik zou eigenlijk voor mij echt voor goed te zitten hier, zou die nog ietsje verder moeten corrigeren. Ja. Dus soms doet hij dat niet. En dat is dan jammer. En dan, ja, dat is dan een trade die je niet hebt. Maar het is beter om, hoe zal ik zeggen, veel eisend te zijn met je instapmomenten. Proberen alleen u te laten meeslepen door het moment en toch maar proberen alles te treden. Een fout die vaak gemaakt wordt. Dus blijf rustig. Er komen kansen genoeg. Ja. Ik zei nog vragen over die Vola Open. Ja. Dus die Vola Open, ik zou zeggen, als je er meer van wilt weten, aarzel niet mij te contacteren. Ga ook eens kijken op YouTube. Je zal er veel filmpjes van vinden. Er zijn veel, zeer vele mensen die dat instrument al handelen. En het is iets bijzonder leuk. Het heeft mijn inzicht op automatisch handelen volledig veranderd. Want eigenlijk, ik van nature, ik ben dat totaal niet. En dat heeft mij een aantal jaar geleden gezegd van, dit kan toch echt niet. Ik moet ook eerlijk zeggen dat wat het systeem doet, kun je zelf niet. Dat gaat zo rap. Dat is onmogelijk. En zeker op 2 instrumenten tegelijkertijd. Je hebt nu al gezien, als ik met jullie moet praten, dat lukt al maar half. Maar dus met die Vola Open, dat is dus 2 keer wel gelukt. Ja. Dus ik moet wachten hier. Hè. Dus ik wacht dat jullie kijken. En dit ziet er tamelijk goed uit. Waarom? Zie je hoe snel dat die naar boven gegaan is. Ik zie de ineer paf naar boven. Zie je hoe moeilijk en hoe langzaam dat die zo naar beneden komt? Dat wil zeggen,
daar is koopdruk. Hij ging veel gemakkelijker naar boven dan dat hij naar beneden ging. Ja, dus ik wacht. Dus ik hoop dat hij gaat draaien. Ik weet dat niet zeker, hè? Ik kan het niet weten. Maar als hem draait, dan kan ik instappen. Ik kan ook in die tool een alarm inzetten, dan word ik gealarmeerd als die draait en zo verder. Dat kan ik allemaal doen. Maar ik wil gewoon jullie begrijpen dat heel dit training vooral, dat het eigenlijk niet meer of niet minder is dan de uitvoering van een aantal systemen. En van een zeer duidelijk, dat is een zeer duidelijke aanpak. Veel mensen denken dat een trader weet wat er gaat gebeuren of waar er naartoe gaat gaan enzovoort, maar dat is absoluut niet waar. Maar wat een goede trader wel heeft, is een duidelijk plan van aanpak. En wat er ook komt, weet hij precies wat dat hij moet doen. En indien er niks gebeurt, zoals ik daar straks zeg, indien er geen wind is, dan gaat het ook niet vooruit gaan, dat gaat niet. Maar soms is er wel wind en dan ben je klaar om te oogsten. En zo moet je het eigenlijk zien. Kijk goed, het is nog altijd niet wat dat moet zijn. Ik ben nog altijd aan het wachten op de kleurwissel en ik kijk. Ja, ik wil u dat wel nog eens laten zien hoor. De vraagje hier over die Russell. Dus hoe dat eruit ziet. Dus ik heb twee verschillende zaken gedaan met de Vola open. Ik zal het nog heel even zetten hier. Kijk, ziet je. De mini Russell, die doe ik. Ik noem dat semi-automatisch. Wat bedoel ik daarmee? Ik laat de strategie mij intriggeren. Dus de instap gebeurt automatisch. Maar ik zet daar een soort van money management stoploss in, manueel. En het enige wat ik moet doen, is die manueel opschuiven. Dat is een kwestie van seconden. En daar kan ik mee zorgen dat ik echt, en nog iets dat vaak vergeten wordt, wat ik daar eigenlijk mee doe, is mijn verliezen zo klein mogelijk houden. En dat is eigenlijk wat ik doe. Ik kijk eigenlijk niet eens naar de winsten. Ik kijk gewoon naar de verliezen. En natuurlijk, als die dan doorschiet, gelijk nu, ja, dan heb je het natuurlijk, dan is het prijs natuurlijk. Het enige waar je voor moet zorgen, is je onderkant en zeggen van, oula, als je hier in de verkeerde richting gaat, moet ik zien dat ik zo weinig mogelijk verlies. En dat is wat we doen, niet meer of niet min. Nu, je kunt het ook volautomatisch doen, dat is wat ik hier op de Nasdaq gedaan heb, maar dat was demo. Hè. Dat was een demo-account. Op zo'n groot instrument dat zo tijdens, kijk, hier is de kleur veranderd, stappen in, kopen en we zitten erin. En je ziet, ik heb mijn stop daar gezet en ik moet hier net onder zetten, zo, onder de triade, ik moet hier op de vierde kaart zetten, daar. En hier heb ik twee targets, één hier en één daar. Dat is nu gewoon als voorbeeld dat ik dat neem. Dat is een soort van, hoe zal ik het zeggen, stapsgewijze uitstap die je kan doen. Je hebt veel money management systemen, maar dit is de meest eenvoudige die ik heel vaak doe met studenten. En hij zegt van kijk. En dus nu, ja, wat er kan gebeuren, ja, je kunt verliezen natuurlijk. Hè. Niet moeilijk. Ik bedoel, als die stop haalt, is het over. Ja. En geloof me vrij, dat gebeurt regelmatig. Hè. Dus ik kan dat heel eerlijk zeggen, die statistieken, als je dit op die manier gaat handelen, je moet toch voorbereid zijn om 40% van je trades te verliezen. Hè. En soms gebeurt dat drie keer na elkaar. Hè. Nu vandaag is dat wat gemakkelijker, omdat die andere strategie wat keihard gelopen. En meestal, levelt dat wel uit, maar wat de kunst is, is vooral die verliezen niet die zo klein mogelijk. Veel traders doen net het omgekeerde. Die traden voor kleine winsten, verliezen weinig, maar eigenlijk als ze verliezen, verliezen ze te veel. Of soms heel veel, omdat ze de stops niet respecteren. Eigenlijk moet je net het omgekeerde doen. Geen schrik hebben van klein te verliezen, zelfs regelmatig te verliezen. Maar als je dan eens een deftige beweging hebt die echt doorloopt, dan is het goed. En ik heb dat vroeger ook al zo vaak gezegd.
Die grote winnaars, hè, dus die trades waar je echt op verdient, dat is één trade op vijf. 80% hè, van alle trades die wij doen, is eigenlijk niet veel. Dat is eigenlijk heel erg dat ik dat moet zeggen, maar dat is zo. Dat zijn kleine winsten en kleine verliezen. Kijk, je hebt dus nu, die trade loopt niet echt, hè. Ik bedoel, die beweging zit er niet echt in. Het enige wat je kan doen, is je ziet hier, is en dat is ook een voordeel van het money management van de WL-bars. Je ziet hier die triade die gevormd is en bevestigd. Dus ik kan die stop nemen en ik kan dat wat opschuiven. Ziet je? Ik schuif dat wat op. En nu heb ik wat minder risico. Ja? Dus ik heb mijn risico, ik ga dat ene tik naar onder zetten. Ik heb nu een klein beetje, dus moest ik nu verliezen, verlies ik nog een beetje minder. Ja? Zo moet je dat zien. Ja, dank u voor uw commentaren. Ja, die trade, ik zal wel zien wat er van komt. Ik heb niet de indruk dat die fel loopt. Ik ga ze nog eens overlopen hier. Hier zitten we, dat is olie, hier zitten we op de dingen. Kijk, op de S&P heeft die daar gebotst, hè, op dat niveau. Dat wil niet zeggen dat we nu naar beneden gaan handelen direct. Nee. Indien die service door dat niveau breekt, hoop ik dat we weer het ritje verder naar boven kunnen meenemen. Want het is overduidelijk dat er op de S&P nog plaats is. Mensen, ik denk dat ik erdoor ben voor vandaag. Ik ben blij dat de stroom het gehouden heeft, want dat was een klein beetje stress. Ik zou zeggen. Als er nog vragen zijn, later, aarzel niet mij te contacteren via de website. Voor de rest, profiteer van het mooie weer. En ik hoop tot binnenkort. Dag.